Ik wilde beginnen met mijn inleiding om even aan te stippen hoe geweldig ik het vind dat dit een protest onlangs zo veel aan het oplaaien is. En ik krijg heel veel energie van alle massale protesten die georganiseerd worden in het hele land. Ik vind het heel tof en ook om te zien hoe strijdbaar de protesten zijn. Ik ben zelf alleen op de landelijke demonstratie in Amsterdam geweest. Maar daarin vond ik bijvoorbeeld ook de speeches sterk, heel vaak echt de kern van het probleem aankaarten. En ook de eisen vanuit de landelijke woonprotesten vond ik daarin sterk. Lokale eisen heb ik niet zo goed bekeken, maar ik vond het goed dat er echt een focus werd gelegd op beleggers en tegen racistisch woonbeleid werd uitgesproken. En daarnaast ook heel tof om te zien hoe er in de praktijk ook goed is opgetreden tegen de verdeel- en heerspolitiek. Met bijvoorbeeld solidariteitsverklaringen die na afloop van de kraakacties zijn opgesteld. En de reacties op politiegeweld in Rotterdam waren heel sterk. En de reactie van het publiek ook ter plekke, heel tof. En we lieten ons niet verdelen in dat moment door de gevestigde orde. En ik denk dat dat heel welkom was. Maar ik denk ook dat deze successen van de afgelopen weken geen garantie bieden dat dit verzet zich ook verder doorontwikkelt. Of echt tot een tegenmacht weet op te bouwen die succesvol veranderingen weet af te dwingen per se. En willen dat wel doen, is het denk ik heel belangrijk dat we begrijpen hoe we in deze wooncrisis überhaupt zijn beland. En om daarvoor ook onze strategie voor de toekomst op af te stemmen. En daarvoor wil ik eigenlijk vandaag kijken naar de geschiedenis van de volkshuisvesting specifiek in Nederland en de afbraak daarvan, omdat het heel belangrijk is. Er zijn nog heel veel andere dingen, denk ik, waar we het over kunnen hebben, maar dit is denk ik iets essentieels voor nu. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat de wooncrisis waar we nu in zitten niet pas iets is van de laatste jaren. Maar dat het echt een product is van het kapitalisme, waarin winst van een hele kleine groep belangrijker wordt gevonden dan, dan de belangen van ons allen en het recht op wonen. En Engels stipte de relatie tussen het kapitalisme en de wooncrisis al aan rond 1870 bij het schrijven van dit boek, het woningvraagstuk. En hij stelt daarin eigenlijk dat bij de intrede van het kapitalisme, sinds de intrede daarvan, we eigenlijk in een wooncrisis zijn beland. Die zich alleen nog maar verder verspreidt en zal verspreiden. En daar ga ik verder niet op in, maar ik kan het wel echt heel erg aanraden voor iedereen die wat meer wil begrijpen over deze relatie tussen kapitalisme en de wooncrisis. En vooral zijn kritiek op het eigen woonbezit vind ik interessant. Hij schreef dat boek in 1870 en toen er echt een hele grote trek naar de steden in gang was. En verhuurders speelden daar heel goed op in door ze hadden eigenlijk ook vrij spel om hele slechte woningen aan te bieden. Van hele slechte kwaliteit en vaak ook heel gevaarlijk. En waar de huurders ook nog eens een hele hoge prijs voor betaalden. En deze woonomstandigheden in Nederland verbeterden gelukkig rond het begin van de 20e eeuw voor de armen en werkenden. Maar ik denk dat ze ook niet los te zien zijn van de sterke mate van politieke en arbeidersorganisatie in deze periode. Waar op de achtergrond ook de Russische Revolutie speelde, waar heersende klassen heel bang voor waren dat als er niet iets werd gedaan aan de leefomstandigheden in Nederland, dat er ook misschien zoiets zou kunnen voltrekken in Nederland. Dus in het begin van de 20e eeuw zagen we eigenlijk de opkomst van de Nederlandse volkshuisvesting. En vooral het begin van die volkshuisvesting is heel inspirerend, vind ik zelf. Omdat werkende mensen toen zelf hun verenigingen gingen oprichten, zich verenigden in wooncoöperaties bijvoorbeeld, en met eigen lidmaatschapsgeld woningen konden bouwen en huren voor een schappelijke prijs. En niet alleen waren die woningen dus betaalbaar, maar ook vaak van hele goede kwaliteit en baanbrekend op het gebied van bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen. En architectuur een bekende bouwstijl is de Amsterdamse school, die ik zelf heel tof vind. Maar daarin was bijvoorbeeld ook het credo dat schoonheid niet alleen toegankelijk moet zijn voor hogere klassen, maar ook voor werkende mensen. En in die tijd werden dus echt hele mooie, van goede kwaliteit gebouwen ontwikkeld. Maar langzamerhand kwamen deze verenigingen eigenlijk niet meer onder democratische controle van de huurders, maar namen overheden steeds meer taken uit handen. Begonnen ze ook meer te financieren, wat volgens mij heel goed was, maar tegelijkertijd ook meer te reguleren. En op die manier zijn we een beetje toegewandeld naar de wooncoöperaties die we nu kennen.
En ik denk dat deze overgang van democratische controle van huurders ook een heel belangrijk element is in de wooncrisis waarin we nu zitten. Maar dat zal ik zo wat meer zeggen. Gaat het te snel trouwens? Of? Nee, oké. Okay. Want ja, het begon zich nog verder te floreren en ontwikkelen, maar op den duur kwam die huisvestingssector in verval. En dat was rond de jaren 80. Met de intrede van het neoliberalisme werd de volkshuisvesting eigenlijk een van de focuspunten van de neoliberaal beleid. En dat betekende dat er een stop kwam op investeringen vanuit het ministerie. In de volkshuisvesting werd gesteld dat de wooncorporaties voor hun eigen inkomsten moesten zorgen. En de eigen broek omhoog moesten houden. En dit ging tegelijkertijd gepaard met een proces van deregulatie van de vrije sector. En het stimuleren van het eigen woonbezit. En deze processen zetten zich steeds meer door met strengere sancties en belastingen op wooncorporaties. Door bijvoorbeeld de verhuurdersheffing en inkomenseisen voor huurders. Dus nu is het alleen nog maar mogelijk om een sociale woning aanspraak op te doen als je een laag inkomen hebt. Maar daarvoor was dit nog niet zo streng geregeld. En tegelijkertijd de introducties van bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek voor woningbezitters. En de mogelijkheid om tot een ton belastingvrij te schenken om een woning te kopen aan een kind. Allemaal in het leven geroepen om dat kopen te stimuleren. En die afbraak van de volkshuisvesting ging dus hand in hand met het opkomen en pushen van kopen en dereguleren van de vrije sector. Waar grote investeerders in veel gemeenten nu ook vrij spel hebben. En er werd gesteld dat het dan zou zorgen voor een eerlijkere woningmarkt en meer diversiteit in woonvormen. Maar wat we nu eigenlijk zien is een sociale sector die in veel gemeenten echt compleet ontoegankelijk is, met hele hoge wachtlijsten. En waar we echt naartoe lopen naar een sector waarin het alleen nog maar mogelijk is om binnen te komen als je een soort van urgentieverklaring hebt. En een vrije sector waarin huurders eigenlijk vogelvrij zijn. En het loslaten van die regulatie zorgt er ook voor dat kopen voor heel veel mensen geen optie is. Maar het zijn niet alleen de VVD en de Liberalen geweest die hier invloed in hebben gehad in dit desastreuze woonbeleid. De PvdA heeft ook op een gegeven moment dit ideaal van eigen woonbezit omarmd. En Wouter Bos is zelfs een van de personen geweest die de hand legde aan de verhuurdersheffing die we nu kennen. En daarnaast zijn de wooncorporaties bijvoorbeeld ook niet in verzet gegaan tegen de maatregelen. Door bijvoorbeeld met huurders op te trekken en actie te voeren, zich te verzetten. Maar ze gingen in tegendeel zich steeds meer gedragen als een private ontwikkelaar. En hele riskante projecten aan om de broek omhoog te houden, maar ook om winst te maken. Denk bijvoorbeeld aan een tijdje geleden alweer, maar die hele Maserati-affaire van de voorzitter van Rochdale. Zulke dingen deden niet echt goed aan het imago van wooncorporaties. En tegelijkertijd lobbyen ze nog best wel sterk voor het verder uitkleden van huurdersrechten. En spelen heel veel corporaties vol in op het aanbieden van alleen tijdelijke contracten. Dus ik denk niet dat zij alleen maar het slachtoffer zijn van dit vraagstuk. Het is dus noodzakelijk dat we in verzet komen, want als het op deze manier doorgaat, dan zal de crisis zich alleen nog maar verder uitmonden. En we kunnen volgens mij ook weinig verwachten van de politieke partijen om deze woningcrisis op te lossen. Als ze zeg maar op dezelfde manier doorgaan met het blijven stimuleren van de vrije markt en eigen woonbezit. En ik denk niet dat het deze wooncrisis op te lossen met de kleine incrementele veranderingen die deze partijen voorstellen. Omdat ze enerzijds vaak niet zeg maar de vinger op de zere plek leggen. En in de praktijk ook heel weinig betekenen voor het oplossen van de woningnood. Een voorbeeld daarvan. Ik las vandaag dat er een landelijk beleid gaat komen om de 40-30-20 regel in te bedden. Dus dat bij elk nieuwe project is nu volgens mij in Amsterdam dan eist dat dat 40% sociale huur moet. En dat wordt waarschijnlijk uitgebreid naar 5% meer sociale huur. En dan denken we allemaal van, oh wat leuk, er komt meer sociale huur. Maar in de praktijk komt daar echt super weinig van terecht. Het is echt gewoon een wassen neus. Vaak wordt het nieuwe projecten het percentage niet eens gehaald. En als het dan dat de huurder duurder uitvallen. En dan zijn er eigenlijk geen middelen om zeg maar de ontwikkelaars daaraan te houden. Even kijken. Oké. En
in die 40% sociale huur zit ook een heleboel sociale huur die totaal niet sociaal is. Alleen maar bestaat uit flexcontracten, jongerenwoningen. En deze schuiven alleen het probleem verder op. En ja, dus zulke incrementele veranderingen lossen de wooncrisis niet op. En ik merk ook dat er in discussies met reformisten of sociaaldemocraten vaak een neiging is om de discussies naar een detailniveau te willen tillen. Onder het motto van, ja, het is een super complex onderwerp. De woningmarkt is gewoon hartstikke lastig, bla bla bla. En ik denk dat we ons niet moeten laten ontmoedigen door dit soort uitspraken. En het dan de experts maar te laten oplossen. Want het is helemaal geen complex onderwerp. We hebben er alleen iets heel complex van gemaakt. Een heel complexe markt. Maar het gaat gewoon om het recht van wonen. En hoe komen we wel uit de crisis? Ik denk dat het daarvoor essentieel is dat we kijken naar een regulatie van de vrije markt. En een heropleving van de volkshuisvesting. En een toegankelijke sociale sector. En inspirerend vond ik daarin de recente overwinningen van in Berlijn. Waar nu een voorstel is aangenomen om een heel groot deel van pandjesbazen te onteigenen. En dat is heel tof, want dat zorgt echt voor een shift in wie eigenlijk aanspraak zou moeten hebben in de woningen. Blah. Ja, ik denk dat we eisen nodig hebben die bewegen naar weer grip op de volkshuisvesting en een regulering van de vrije markt. En dus nu wil ik terugblikken naar de woonprotesten of vooruitblikken. Ik denk dat het dus echt heel tof is en geweldig dat het zo in opkomst is, maar ik vraag me heel erg af wat het vervolg is. En daarvoor ben ik heel benieuwd wat zeg maar, de ervaringen zijn van lokale coalities. Ik heb het een beetje met sommigen gehad die daar actief in zijn. En wat een beetje de struggles zijn, maar die we... Ja, lijkt me goed om dat te bespreken. Omdat de laatste protesten zijn een beetje geweest. En ik weet dat in heel veel lokale coalities politieke partijen sterk vertegenwoordigd zijn. En de gemeenteraadsverkiezingen komen natuurlijk ook snel weer. Dus als het alleen maar gedragen wordt door politieke partijen, dan vraag ik me af wat het zou betekenen voor het voortbestaan van de coalities. Omdat ik denk, we moeten inderdaad dus ook geen illusies hebben dat het met de gemeenteraadsverkiezingen en wat van die 40-40-20 opschalingsdingen, verkamering aanpakken, bla bla bla, dat deze wooncrisis wordt opgelost. En ik ben bijna klaar. Dus ik vraag me af wat het perspectief is op de lokale coalities. Ik denk dat het heel goed is als we kijken naar hoe we al die mensen die naar de woonprotesten komen, georganiseerd krijgen in de lokale coalities. Daarvoor lijkt het me, in Groningen gaat er bijvoorbeeld een actieconferentie plaatsvinden, een open vergadering waar iedereen naartoe kan komen. En ik denk dat zulke dingen heel positief zijn om te kijken, ja, hoe kunnen we die groepen deel laten maken van de coalities. Tegelijkertijd denk ik dat die coalities ook nog vaak in veel steden verbreed kunnen worden. Met bijvoorbeeld groepen die zich op het gebied van antiracisme inzetten, kaderleden van de vakbond daarin integreren, omdat dat op die manier de strijd een beetje verbreed kan worden. Omdat deze groepen al veel langer zeg maar, de klappen van de wooncrisis ervaren. Ook een link denk ik dat met de klimaatbeweging kan worden gemaakt. Het is ook, ik voorzie dat de heersende klasse ons gaat proberen te verdelen op het gebied van klimaat. Woningen moeten wijken voor natuur en andersom. En hier moeten we ook stellig zijn, want dat bijvoorbeeld onlangs werd Schiphol uitgebreid en daar gingen hoeveel duizenden woningen niet door. Dus daar ligt het probleem, lijkt mij. Even kijken. En ik ben heel erg benieuwd naar Sander en zeg maar de plannen vanuit de landelijke organisatie. Omdat ik denk dat het echt heel goed zou zijn voor de lokale coalities als er een volgend moment komt. Zodat we daar ook naartoe kunnen werken in de mobilisatie. En het geeft een beetje een houvast. En het geeft die reformisten in coalities, of nou, reformisten politieke partij, minder zeg maar, ruimte om dat te zeggen van ja, we gaan ons wel even nu focussen op andere dingen, bla bla bla. Ik ben benieuwd wat de plannen daarvoor zijn. En ik ben ook benieuwd wat zeg maar, de plannen zijn om die structuur dan misschien te democratiseren. En om echt lokale coalities ook onderdeel te laten maken van het proces over de besluitvorming en het eisenpakket van de landelijke organisatie. Even denken. Ja, dat was denk ik. Ik denk dat het heel tof is en dat we echt inderdaad op
aan het begin staan van een nieuwe beweging. Maar er moet nog wel heel veel gebeuren om het verder te ontwikkelen. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor de inleiding. Ja, nu Sander van der Kraan. Dankjewel. Jij bent ook actief in het landelijke woonopstand. Ja, woonprotest, ja. Woonprotest. Aan jou. Dankjewel. Allereerst ook tof dat er zoveel mensen zijn gekomen. En bedankt ook Lorraine voor je verhaal. Ik denk dat het een hele goede duiding en context biedt bij inderdaad de beweging en alles wat we... What is to be done? Ja. Ja, ik denk dat we de afgelopen maanden een groeiende beweging van protesten, maar ook op andere manieren actie hebben gezien, aan het zien zijn nog steeds. En het is heel interessant. Wat ik interessant vind is om te kijken naar waarom is dat dan nu gebeurd en wat betekent het dan ook voor het maatschappelijke, voor de maatschappij en het publieke debat ook. En welke verschuiving is er dan gaande? Of wat typeert dan dat nu dan ontstaat? Terwijl eigenlijk de wooncrisis al veel langer aan de gang was. Zoals we net ook hebben gehoord natuurlijk. Aan de ene kant zou ik zeggen, het is in natuurlijk te verklaren aan de hand van een steeds precairder wordende situatie voor een steeds grotere groep mensen. Maar ik denk niet dat dat de enige verklaring kan zijn. Want... er was al een hele grote groep mensen die hier een negatieve impact van ervaarden. Aan de andere kant is het wel dus, ja, het wordt een steeds grotere groep. Dus mensen die voelen zich wel meer bedreigd en die zijn eerder geneigd om op een soort van grote rode knop te drukken van nu moet het echt anders. In plaats van vast te houden aan het kleine beetje wat ze dan nog wel hebben, zeg maar. Mensen moeten een bepaalde hoek ingedrukt worden, willen ze echt overgaan op actie. Die groei van zo'n precaire situatie voor een steeds grotere groep mensen is uiteraard natuurlijk te verklaren door de perverse machten van het kapitalisme. In de zin van een steeds machtiger wordende bezittende klasse die de democratische processen, voor zover we die democratisch kunnen noemen, erodeert. En steeds verder erodeert en steeds meer macht krijgt en nog rijker wordt. En nog meer macht krijgt en nog rijker wordt. Inderdaad, ja, sinds de jaren 80 zou je kunnen zeggen. Wat wel interessant is trouwens, dat las ik in De Groene een aantal weken terug, dat bij die neoliberalisering Lubbers gewacht heeft met de woningmarkt, omdat hij bang was voor grote openbare ordeverstoringen. Ja. Groter dan, maar inderdaad, dus dat het eigenlijk, dat hij een grote neoliberaliseringsslag deed in de hele maatschappij en dat de woningmarkt een soort van... pas vertraagd werd geliberaliseerd of zoiets. Maar daar moet jij me meer over. Daar weet jij waarschijnlijk meer over. Maar dat vond ik een hele interessante. Want het betekent dus dat protest en ordeverstoringen ook en alle andere manieren van actie voeren destijds dus wel het proces hebben vertraagd. Of in ieder geval werkt op een bepaalde manier. Als je daarnaar kijkt, dan zie je dus inderdaad die erosie ontstaan. En dan zie je dus ook dat de bezittende klasse steeds schaamtelozer wordt in hun daden, in hun bezit en hoe ze kijken naar de mensen die gewoon willen wonen. En ik denk dat daar dat ook een onderdeel is. Dus het is niet alleen dat mijn situatie precairder wordt, maar ik zie ook een groep mensen steeds schaamtelozer mij uitbuiten, zeg maar. Dus ik denk dat daar een bepaalde emotie in zit die ook uiteindelijk bewapend is en bewapend kan worden. Maar niet alleen dat, want het heeft dus ook extreem lang geduurd voordat het uiteindelijk tot uitbarsting kwam. En ik denk dat dat ook in grote delen te maken heeft met een soort van de bedwelming van de mensen in Nederland met een individueel schuldgevoel over hun eigen situatie. Wat natuurlijk indirect in het verlengde ligt van het liberalisme. In de zin dat op het moment dat er iets mis is in mijn leven of dat ik mijn huur niet kan betalen, dat ik ten eerste naar mezelf kijk en niet dus het systeem de schuld geef. En nog steeds is dat op veel plekken taboe. Daarnaast ook denk ik dat wat er mee heeft gespeeld dat het zo lang duurde, is dat er een te grote groep mensen niet erg genoeg, zou je dat kunnen zeggen, werd geraakt om echt over te gaan op actie. En dat er te weinig solidariteit was met de mensen die al wel heel erg slachtoffer waren van deze crisis. Maar je ziet nu dus wel dat de huidige beweging en in welke vorm, in alle vormen die het nu aanneemt, daar wel mee aan het afrekenen is. Met dat individuele schuldgevoel en kijkt,
dit is geen natuurverschijnsel, maar het is een systemisch probleem. En ik denk dus dat dat uiteindelijk, dus, want als we die analyse maken, dus oké, de situatie was al precair, waarom gebeurt het nu pas? Dat dit uiteindelijk zo van de doorslag is geweest en waarom mensen nu dus wel actie voeren en wel de straat op gaan. Omdat ze dus niet meer dat schuldgevoel geïnternaliseerd hebben, maar naar het systeem kijken als oorzaak van het probleem. Wat ik vaak zeg is dan in die trant ook, dus dat een probleem, zou je kunnen zeggen, bestaat niet totdat het geïdentificeerd is. En dan bedoel ik mee dat het niet bestaat in het collectieve bewustzijn. Dus als ik de materiële feiten kunnen wel bestaan, die mij laten zien dat ik in een slechte situatie zit, een slechte woonsituatie. Maar ik kan het nog niet aan een probleem linken als het probleem nog niet geïdentificeerd is. En totdat dat gebeurt, als er een probleem wordt geschetst voor mij, van hé, er is een wooncrisis, pas dan ga ik mijn materiële situatie linken aan de crisis en het systeem daarbij dus. En ik denk dus dat de campagnes en de beweging daar dus die doorslaggevende rol in heeft gehad, om te zeggen, oké, in het identificeren van dat probleem en wat er dan gebeurt, en ik denk dat je een vergelijkbare trendbreuk zag in de Black Lives Matter beweging in Amerika, is dat je een probleem aankaart van racisme, maatschappijbreed, institutioneel racisme, en dat mensen op dat moment als ze racisme ervaren dat niet meer naar zichzelf betrekken, maar het in die patroonherkenning van dat probleem zetten en ook te gaan delen. Dus iedereen deelt hun ervaring erover. En op die manier komen de kaders van het probleem een soort van in zicht. En wordt het ook genormaliseerd om het te behandelen in het frame van dat probleem. En wordt dat zo uitgetypt in het maatschappelijk debat. En is het dus ook dan pas het moment dat mensen dus frustratie gaan voelen en woede en overgaan op actie. En ook dan pas ontstaat solidariteit met de groepen die al veel langer veel erger geraakt werden door hetzelfde probleem. En dus de analyse die ik daarbij dan maak is dat de beweging die nu is ontstaan dat heeft gedaan. Die heeft de identificatie gemaakt van het probleem. Waar wel over gesproken werd, maar nu echt expliciet werd gezegd, dit is een systemisch probleem. En ook die kapitalistische machten zijn de oorzaak daarvan. Het is geen natuurverschijnsel, het is bewust beleid geweest wat tot dit probleem heeft geleid. En dat beleid is ontstaan dankzij beïnvloeding vanuit de bezittende klasse. En in die zin hebben dus die actiegroepen en die bewegingen die dan nu op allerlei vormen ontstaan zijn, van directe actie van kraken tot aan dus grote protesten of online campagnes op andere manieren, die zijn dan ook een vitaal onderdeel, niet alleen in het proces van dit probleem tackelen, maar ook in klassebewustzijn. Want je zou kunnen zeggen dat de wooncrisis is een heel, en überhaupt hoe de woningmarkt en eigenlijk heel wonen in Nederland geregeld is een heel goede graadmeter voor het hele kapitalistische systeem. Het is een soort van, alles zit erin. Het is een beetje het systeem in een notendop qua klassenstrijd, maar ook de manier waarop het escaleert en de manier waarop onze rechten en onze materiële situatie verkwanseld worden ten behoeve van winst en ten behoeve van de bezittende klasse. En daarbij komt er nog eens, want je zou dezezelfde analyse kunnen maken met bijvoorbeeld de klimaatcrisis, maar dit is veel tastbaarder en voor iedereen echt voelbaar. Dit is echt zo'n materiële situatie. En daarom is het zo belangrijk om dit bij het identificeren van dat probleem inderdaad dus te richten ook op een algemene, grotere vorm van klassebewustzijn creëren of bevorderen, hoe je het ook wil noemen. En ik denk dat dat ook een heel belangrijke les is die we moeten meenemen als beweging en als want zeker als we het hebben over dat reformisten of politieke partijen die nou ja, in veel gevallen zelf eigenlijk onderdeel zijn van de liberaal-kapitalistische orde die dit veroorzaakt heeft, die zich proberen te associëren, daar moeten we heel waakzaam voor zijn. Want uiteindelijk gaat het dus wel om een grote kans die we absoluut niet onbenut mogen laten in het dus bevorderen van klassebewustzijn. En ook maatschappelijk gezien, in het maatschappelijk debat, het normaliseren en het expliciet uitspreken van kritiek op het systeem en van de machten die hiertoe geleid hebben van dingen die dus klassebewustzijn bevorderen. Daar ligt een hele belangrijke taak en verantwoordelijkheid voor de beweging. En niet dus ook in het organiseren van dit soort dingen, dat is ook wat wij hebben geprobeerd met woonprotest, is dat we onze organisatie volledig
zelfstandig proberen te houden. We wilden wel die institutionele partijen, zeg maar, lokken en betrekken. Omdat we ze wel nodig hadden voor een soort van de body. En het gewicht geven aan wat we aan het doen waren. Maar we willen ze wel op afstand houden. En de manier waarop we dat hebben gedaan is door ze wel iets te laten ondertekenen, maar wel bij onze voorwaarden. Mm-hmm. Dat is wel een redelijk unieke positie, omdat we dankzij onze tractie die we kregen mensen gewoon onderdeel van wilden worden en het ook wilden toe-eigenen, een soort van, zoals je net al zei. Dus dat kun je niet altijd doen, maar dat is wel wat wij zoveel mogelijk hebben geprobeerd. En ik denk dat dat wel uiteindelijk altijd het streven zou moeten zijn. Altijd die onafhankelijkheid bewaren, zodat je de systeemkritiek een prominente plek kunt geven. En dat institutionele partijen niet aan de bel gaan trekken van, hey, wacht even, hier zijn we het niet mee eens. Je mag wel het probleem benoemen, maar niet de oorzaken. Ja. En dat was dus wat ik zei, een redelijk unieke positie die we toen hadden, denk ik. En ik ben wel uiteindelijk achteraf wel gezien wel blij met de manier waarop we dat hebben ingestoken. En ik denk dat het een belangrijke rol heeft gespeeld in het kickstart van dat proces. Even kijken hoor. Wat ik denk voor het vervolg hiervan, want dat is iets waar wij ook nog mee over in gesprek zijn. We zijn nu aan het kijken naar op welke manier we kunnen formaliseren ten eerste. Maar ook hoe onze acties, toekomstige acties, eruit moeten zien. En dat is ook echt iets waar we nog steeds strategisch naar aan het kijken zijn. Van, er is nu een soort van winterstop van protesten. Op welke manier kunnen we daar nu invulling aan geven? En wat kunnen we dan doen? Er zijn allerlei overwegingen die we daarbij meenemen. We kunnen, ja, op dit moment mist er nog een soort van stootblok aan de politieke kant. Je hebt organisaties zoals de Woonbond en dergelijke, maar vanuit de protestbeweging iets dat direct beleid zou kunnen beïnvloeden, zou een belangrijke rol kunnen zijn die we zouden kunnen innemen. Maar we twijfelen, ja, we weten nog niet precies op welke manier we daar echt concrete invulling aan willen geven. Zou bijvoorbeeld ook kunnen door het opzetten van hele gerichte campagnes en daar zoveel mogelijk van dezelfde organisaties proberen bij te betrekken en op die manier het beleid beïnvloeden. Of juridisch misschien zelfs. Dat zijn allemaal overwegingen die we nu nog mee aan het nemen zijn en aan het overwegen zijn van oké, op welke manier gaan we hier concrete invulling aan geven. Wat denk ik wel een onmisbaar onderdeel moet zijn van hoe ook op de manier waarop wij zelf als woonprotest dus verder gaan, maar ook de andere organisaties en bewegingen, is dus echt die focus op bewegingbouw, op concrete groepen die zich lokaal organiseren en zelfs ook internationaal. Want ik heb dus ook contact gehad met bijvoorbeeld Deutsche Wohnen & Co. en het Eigenen. De manier waarop zij het hebben gedaan is ook een hele geniale, ze hebben een hele geniale campagne gevoerd die uiteindelijk ten diepste bij de wortel is georganiseerd door mensen die in Berlijn wonen, in sociale huurwoningen en veelal geen Duits paspoort hadden. En door Poolse en Turkse mensen daar. De manier waarop zij dat hebben ingevuld, is kunnen we zoveel uit leren. En tegelijkertijd is er in het Verenigd Koninkrijk ook een gigantische woningcrisis. Dat zijn allemaal kansen om te kijken naar, oké, maar kunnen we misschien op een internationaal niveau ook afrekenen met, of in ieder geval een halt toeroepen aan liberalisering, aan het neoliberalisme. En op die manier verenigen. En dan is ook tegelijkertijd aan de andere kant van de medaille dus focussen op lokaal en dingen die hele praktische acties, zoals een kraakpand, zoals Hotel Mokum bijvoorbeeld deed, of wooncoöperaties bijvoorbeeld, coöperatieve woonvormen. Dat soort dingen, ik denk dat het een soort van, hoe zeg je dat goed, een universele aanpak zou moeten hebben, dat er totaal gericht is op beweging bouwen, zowel lokaal als internationaal. Dat is een, ik moet het nog iets concretiseren, maar dat is een beetje mijn gedachte daarbij. Maar ik hoor graag ook straks wat jullie ideeën daarbij zijn. Want dat is ook echt iets wat wij mee gaan nemen en waar we over na gaan denken als woonprotest zijnde. En ik denk dat het in die manier inderdaad het idee wat je al noemde, een soort van grotere coalitie met democratische processen een hele interessante vorm zou zijn om verder te kunnen gaan. Ik denk dat één ding duidelijk is, dat we sowieso momentum vast moeten houden, op welke manier mogelijk, om ervoor te zorgen dat, dus niet alleen, dat we niet alleen naar concrete oplossingen voor de wooncrisis gaan, maar ook het klassebewustzijn bevorderen. En ook de grotere, bredere strijd blijven voeren. Mm-hmm. En in die zin blijven organiseren. En ik denk dat de woon
de woonbeweging daar echt een heel belangrijk onderdeel in is aan het vormen nu op dit moment. En ook op manieren... en daar zijn zat mogelijkheden ook om dat te combineren met de klimaatbeweging of de antiracismebeweging. Omdat we uiteindelijk wel allemaal hetzelfde doel hebben. En ik zie daar alleen nog maar heel veel kansen. En ik denk dat die in de komende maanden zich bloot gaan geven en concreter worden. Maar zoals ik al zei, ik ben heel benieuwd wat jullie daar verder voor gedachten bij hebben. Dat was hem, ja. Dank je wel.